In de vorige video zagen we dat de Nederlandse opstand er onder andere toe leidde dat de noordelijke gewesten een eigen staat begonnen, de Republiek. En in deze video gaan we eens kijken hoe die Republiek staatkundig in elkaar zat. Want die Republiek, dat was een zogenaamde confederatie, een soort samenwerkingsverband zou je kunnen zeggen, van zeven gewesten. En uh, ieder gewest van die zeven, en dat was dus Holland als het grootste en belangrijkste gewest, en hier komen dan ook de andere gewesten nog aan, ja, die had dus. Eigen regels en wetten. En die hadden eigen rechtspraak en die, uh, die heeft ook hun eigen belastingen. En het kon dus best zo zijn dat de rechtspraak in Friesland anders geregeld was dan die in Gelderland. Maar goed, dat mochten ze dus voor zichzelf beslissen. Ja, wat maakte dan toch dat het één land was, één republiek? Nou, uh, dan komt echt die confederatie om de hoek kijken. Ze werkten namelijk met elkaar samen in de zogenaamde Staten-Generaal. Ieder gewest had een eigen afzonderlijke statenvergadering, het bestuur van het gewest. Maar die kwamen dan samen in de algemene staten, in de Staten-generaal. Die waren gevestigd in Den Haag. En ja, daar beslisten ze samen. Over de buitenlandse politiek is wel handig natuurlijk als je in opstand bent tegen een ander land, in dit geval het Habsburgse Spanje. Um, en ze beslissen samen dus ook over de oorlog en de defensie. Het zou natuurlijk nergens op slaan als Zeeland uh, afzonderlijk ten strijde zou trekken tegen de Spanjaarden. Of dat Groningen bijvoorbeeld uh, vrede zou sluiten. Dat kan niet. Dus dat moeten ze samen beslissen. En daarnaast hadden ze dan samen ook het bestuur over de zogenaamde generaliteitslanden. Dat waren gebieden die de Republiek op Spanje veroverd had nadat de Republiek was ontstaan. Dat werden dus geen onafhankelijke gewesten, maar die werden bestuurd door alle gewesten samen door middel van de Staten-Generaal. Ja, een heel belangrijk onderdeel van deze confederatie was de bepaling dat beslissingen alleen gemaakt konden worden met inspraak van alle gewesten samen. He, dus er was geen gewest dat even op eigen houtje iets kon gaan doen. Nou, en in die republiek en dus ook in die gewesten en ook weer in de steden in die gewesten, ja daar lag de macht in de handen van de zogenaamde regenten. Ja, dat waren mannen die afkomstig waren uit rijke koopliedenfamilies of uit adellijke families en die verdeelden de bestuursfuncties onder elkaar. En die regenten die staten, zaten dus in het bestuur van de steden en de gewesten en die zaten dus ook in die staten generaal en die regenten bepaalden dus de koers van de republiek. Ja, en omdat ze dus uh, zelf koopman waren, of in ieder geval uit een omgeving kwamen waar heel veel kooplieden waren, namen ze de economie ook heel erg mee in die koers. He, dus wat zijn dan de belangrijke uh, punten voor die regenten? Nou ja, ze keek dus naar hoe kunnen we nou voor zoveel mogelijk welvaart in de Republiek zorgen. En dat was bijvoorbeeld door uh, goed economisch samen te werken. He, dus, dus landbouw, nijverheid en handel moesten allemaal goed samengaan. Maar vooral die gewesten en die steden onderling. Die moesten dus goed samenwerken. Uh, er moest dus voldoende ruimte zijn voor innovatie. Hè? Er moesten bijvoorbeeld, uh, denk bijvoorbeeld aan nieuwe schepen of aan betere financiële producten of iets dergelijks. En uh, zij vonden dus ook dat het particularisme, daar hebben we het ook al eerder over gehad, dat ieder gewest dus ook voor zichzelf mocht beslissen en dat iedere stad ook voor zichzelf mocht beslissen. Dat moest vooral gehandhaafd worden. Hè? Want uh, ja, ze waren dan ook wel zo eigenwijs dat ze het vooral allemaal op hun eigen manier wilden doen. Dat ze zelf dachten dat ze het goed zouden doen. En daarnaast vond ik het ook heel belangrijk, en je zou misschien niet meteen verwachten dat het iets met de economie te maken heeft, maar uh, dat er op het gebied van het geloof zogenaamde gewetensvrijheid was. Dat verschillende geloven zijn toegestaan. Maar dat ze misschien niet allemaal dezelfde rechten hebben. Hè? Dus, uh, en dan had het uiteraard over christelijke geloven in die tijd. De Republiek was een protestantse natie, een calvinistische natie. Maar uh, dat wil niet zeggen dat het katholieke geloof dat, dat niet was toegestaan. Katholieken mochten ook hun geloof uitoefenen, alleen mochten ze dat niet in het openbaar doen. Ze hadden dus niet dezelfde rechten als die de calvinisten hadden. Maar ze werden ook niet vervolgd vanwege hun geloof. Ja, je ziet dus dat die regenten eigenlijk vooral voor heel veel vrijheid waren. Hè. Vrijheid om zelf te kunnen ondernemen, vrijheid op het gebied van geloof, vrijheid in wet- en regelgeving dus. Ja, en die vrijheden, vonden zij dan ook, moesten gerespecteerd worden door de zogenaamde stadhouder. Dat is een term die we ook al eerder hebben gezien. Denk even terug in die Bourgondiërs, een aantal video's geleden. En uh, ja, die stadhouder, dat, dat was eigenlijk een uh, nakomeling van Willem van Oranje, die we hier ook zien. Hè, die leider van die Nederlandse opstand in het begin. En ja, wat deed die stadhouder dan? Nou, die stadhouder was in de eerste plaats de hoogste gewestelijke functionaris. Dus die, 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 die was er in eerste instantie in de tijd van die Burgondiërs namens de uh, Burgondische hertog neergezet. En in de loop van de tijd was het eigenlijk steeds meer de legerleider geworden in de republiek. Het was de opperbevelhebber van leger en vloot. Ja, en dat is natuurlijk ook te danken aan het feit dat Willem van Oranje dus ook die Nederlandse opstand geïnitieerd had. En als laatste belangrijke functie moet even nog iets genoemd worden. Die stadhouder die had van oudsher eigenlijk ook al het recht om regenten in steden te benoemen, dus soms in stadsbestuur te benoemen. Maar ja, soms was er wel sprake van spanning tussen die regenten en die stadhouder, want die hadden tegengestelde belangen. Zo wilden die regenten bijvoorbeeld vooral dat particularisme hebben. Dus iedere uh, stad en ieder gewest voor zichzelf zoveel mogelijk. En hadden zij de economische welvaart voorop staan. En daar was vrede bijvoorbeeld heel erg belangrijk voor. Want dan kon je met iedereen handelen zonder dat je uh, bang moest zijn dat je schepen gekaapt werden of zo. Terwijl de stadhouder, ja, die keek veel meer naar het, uh, het, 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 het grotere plaatje. En die wilde heel graag meer eenheid in de republiek. Want dat zou hem ook heel veel meer aanzien opleveren. En uh, die was ook veel meer voor uh, het doorzetten van die Nederlandse opstand. Die wilde niet stoppen, die had liever oorlog dan vrede. Want in oorlogstijd ja, was die stadhouder veel belangrijker, omdat hij opperbevelhebber van leger en vloot was. Dat gaf hem heel veel aanzien. En dat zorgde dus wel regelmatig voor spanningen tussen de regenten en de stadhouder. En daar zullen we later ook nog wel voorbeelden van gaan zien.